De Duitse chirurg die verdacht werd van een poging tot het wurgen van een Duits meisje in Renesse is vrijgesproken. Volgens de rechtbank is er onvoldoende bewijs en ging de aanklager te veel uit van aannames. Uit het vonnis blijkt dat ook de rechtbank vindt dat er vele onderdelen zijn in het onderzoek waaruit juist blijkt dat, dat ze de verkeerde hadden. Als je op een plaats delict wordt aangetroffen, waar cliënt onmiddellijk ook een verklaring voor had, want hij vond dat meisje en wilde dat meisje redden, heeft ook de politie gewaarschuwd. En zich gemengd ook in het redden, het proces om dat meisje te redden. En later is hij dan als verdachte in beeld gekomen. De advocaat hoopt dat het Openbaar Ministerie niet in hoger beroep gaat. Ik vind dat als een OM kan inschatten dat het ook in hoger beroep op deze manier afloopt, dan moeten ze deze leedtoevoeging gewoon niet willen.